Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een hele mooie voorjaarsschaal maken. Zoals je ziet heb ik een hele mooie ondergrond. Daar gaan we zo mee aan de slag. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte voor alle video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We leveren door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont. Het komt gewoon naar je toe, lekker makkelijk in deze tijd. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Zoals ik al zei, heb ik een hele mooie schaal. De laatste tijd heb ik heel veel video's gemaakt wat echt om bloemschikken ging. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een schaal mooi kunt inpoten met potgrond. Ik dacht eventjes wat anders. Ik heb mooie voorjaarsbolletjes. En ik ga jullie laten zien hoe je dit mooi tot zijn recht kan laten komen. Ik hou jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst gaan we de schaal een klein beetje vullen met potgrond, zodat er een klein laagje in zit. Zo. En dat de bolletjes net onder de rand uitkomen. Ik heb 3 verschillende soorten bolletjes vandaag dat ik ga gebruiken. Blauwe druifjes, narcissjes en witte druifjes. En die verdeel ik in de pot zoals je ziet. En daaromheen doen we weer potgrond. En ik zet ze dus een klein beetje uit elkaar. Je kan natuurlijk de schaal ook altijd helemaal vullen, dat is ook leuk, maar ik ga straks nog wat elementen toevoegen. Dus daarom dat we het nu op deze manier doen. Nou, dan zorg ik dat hij goed bedekt is, ik druk het eventjes aan. Ook tussen de bolletjes zorg je dat er goed potgrond in zit. En dat de potgrond net onder de rand uitkomt. Ik vind het altijd mooi om met verschillende materialen te werken. Dit maakt je stuk net wat spannender. Ik verdeel de mos op 3 verschillende plekjes. Dus eromheen. En dan heb ik wat fijnschors. Dat doe ik er ook omheen. En ik vind het altijd mooi als potgrond gewoon helemaal bedekt is. En dan heb ik nog wat grof schors. En dit leg ik er eigenlijk ook tussen. Doordat je met grof schors werkt, dan breekt het echt mooi in het stuk. Kijk, en nu is hij eigenlijk al heel mooi. Maar nu is hij nog wel een beetje saai naar mijn idee. Dus we gaan hem nog eventjes iets oppimpen. Dan gaan we nu wat hoogte aanbrengen. Dit doe ik door middel van verschillende takjes. En dit brengt ook gelijk het stuk meer tot zijn recht en meer tot leven. En maakt het net wat spannender. Gebruik je voor verschillende kleuren en soorten, bosbes. En ik heb straks nog mooie katjes. En dit verdeel ik er gewoon rondomheen. En dit lijkt straks ook heel mooi als de bloemen gaan bloeien. Dan wat katjes en deze doe ik mooi in het midden. En kijk eens hoe mooi die dan nu al is. Dan heb ik wat mooie kraaltjes. En deze voeg ik ook even toe. Ik hou het dit keer in een natuurlijke kleur, maar je kunt ze eigenlijk in allerlei kleurtjes krijgen. Ik voeg het altijd wel op groepen toe. Dus wat meerdere bij elkaar. Een beetje tillandsia her en der ertussen. Maak kleine groepjes daarmee. Jongens, dat is mooi. Kwartel-eitjes. Want voorjaar, dat vinden we altijd mooi. En het past qua sfeer heel goed in het stuk. En je kunt ze ook her en der verdelen. Maar je kan ze ook op groepjes doen zoals ik nu doe. Qua kwartel-eitjes maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je zelf mooier vindt. Kijk hoe mooi natuurlijke voorjaarsbak je dan hebt.
En om nog even iets extra body toe te voegen, heb ik nog een grote stuk schors. En die leg ik er eigenlijk een beetje dwars rechtop in. Zodat je dat een beetje afbakert. En ook aan de andere kant doe ik een stuk schors. En dan zie je dat we echt een hele mooie gevulde voorjaarsbak hebben. En als dit het resultaat, een super mooi gevulde plantenbak. En net even iets anders dan gewoon alleen plantjes in zand. Dus ja, vind je dit leuk? Laat even een leuke reactie achter en doe even een duimpje omhoog. Wil je dit pakket bestellen en wil je daar zelf mee aan de slag gaan? Dat kan hieronder in de beschrijving, vind je een linkje, of ga naar www.uonlinebloemisten.nl. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van video's, deel het dan op Facebook of Instagram en tag mij erin. Dan maak je ook nog eens kans op hele leuke prijzen. Elke maand wordt daar een winnaar uitgekozen. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En zie je mij de volgende keer weer. Doei!